Als jij dit jaar iets te vieren hebt, ja, dan ziet je feestjaar waarschijnlijk heel anders uit dan gedacht. Natuurlijk vanwege corona. En dat geldt ook voor Omroep Zeeland, want wij bestaan 30 jaar. En daarom hebben we nu maar bedacht om elke 30ste van de maand iets van onszelf te laten zien. Daarom ga ik vandaag mee op pad met collega Simone. Hebben we net weggebracht bij een kinderopvang. Daar wordt aan gewerkt, want dan wordt natuurlijk een kunstwerk over gemaakt voor Leeuwendorp. Daar moeten we nog even op wachten. En ik sta hier met Max en hij gaat iets vertellen over een kunstwerk dat er al is in Leeuwendorp. Blijf vooral luisteren. Nou Simone, hoe ging het? Live in de uitzending. Ja, goed volgens mij. Ja, we hebben natuurlijk een beetje stress, want we moeten allerlei opdrachten uitvoeren hier in Leeuwendorp. En het is altijd nog maar de vraag of dat dan gaat lukken en of dat allemaal goed komt. Ja, super hectisch natuurlijk. En dat heeft alles te maken met de zomerspelen, toch? Dat klopt inderdaad, ja. Wat is dat precies? De zomerspelen, dat zijn spelen van Omroep Zeeland. Het zijn allemaal spellen die in een plaats in Zeeland gespeeld moeten worden. Allerlei opdrachten moeten worden uitgevoerd. Ja. En met die opdrachten kunnen punten verdiend worden. En het dorp dat uiteindelijk de meeste punten heeft verdiend, die heeft de zomerspelen gewonnen. Mijn liedje bijna afgelopen, dus dan ben ik even in de uitzending voor de verrassingsopdracht. Oh, dus één persoon met een regenpak, één persoon in zwembroek en één persoon in een leeuwenpak. Nou, bij deze dan maar meteen de oproep. Als je nou zit te luisteren en je woont hier in Leeuwendorp en je denkt, ja, ik heb nog wel zo'n leeuwenpak of ik vind het wel leuk om met dit weer in mijn zwembroek rond te lopen, kom dan vooral naar ons toe. Wat vind je nou het allerleukste aan je werk? Nou, eigenlijk dat ik echt op de gekste plekken kom. Net als nu. We staan nu ineens op een motorcamping. Vorige week zat ik ineens bij een medium aan tafel. Ik ontmoet ook mensen die ik normaal waarschijnlijk niet zou ontmoeten. En dat vind ik toch wel heel leuk aan dit werk. Nou, als we even kijken naar die uitzendingen. Wat is voor jou nou het meest bijzondere moment geweest? Ik vind het altijd mooi als mensen laten zien dat ze echt betrokken zijn bij het programma. En dat ze meeluisteren. En we hebben ook heel vaak vaste bellers. Ik vind het altijd wel mooi om te zien dat die mensen altijd de moeite nemen om even te laten weten dat ze luisteren. Ja, 3 kwartier voor 30 punten. Dat wordt krap, maar we gaan ons best doen. We gaan racen. Tot zo! Ja, we hadden het niet meer voor mogelijk gehouden, maar het is gelukt. Een leeuw, een persoon in regenpak en nog een zwembroek. Heel goed. Ja, tof. Hartelijk dank. Super tof. Dank jullie wel. Nu 40, alleen de vlag nog. Hij is nog mat, hè? Hoe ben jij bij Omroep Zeeland terechtgekomen? Ik heb Nederlandse taal en cultuur gestudeerd en daarna gesolliciteerd bij Omroep Zeeland en ik was aangenomen. Ik ben natuurlijk altijd met tekst bezig. Als ik iemand interview, dan moet je altijd je woorden goed kiezen en talig omgaan met hoe jij je vragen stelt. En natuurlijk tekstjes schrijven of artikelen schrijven, daar ben je ook met taal bezig. Nou, werk je er nog maar kort? Ja. Wat is jouw ambitie? Nou, binnenkort in oktober ga ik op de nieuwsredactie werken. Dus dan, dan zeg ik dit avontuur vaarwel. En ga ik als verslaggever en redacteur bij het nieuws werken. Gelukt! Zo, gelukt! Ja, dat is wel high five met dat voor jezelf. Ja. Zoals zoveel evenementen moet het Zeeland na Zomerfestival de programmering flink aanpassen om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen. Henk, als we even terugkijken naar al die voorgaande edities van het Zeeland na Zomerfestival, wat is nou jouw mooiste herinnering? Nou, mijn mooiste herinneringen zijn eigenlijk de voorstellingen waar regen aanwezig was. En het klinkt natuurlijk gek,
Maar met deze heb je de mooiste belichting, heb je saamhorigheid van mensen op de tribune. Die zitten allemaal onder een poncho, worden drijfnat. Maar tegelijkertijd ook die saamhorigheid met die spelers die ook in de regen staan te spelen. En dan levert eerlijk gezegd bijna de mooiste voorstellingen op. En als we even kijken naar de artiesten, is er één artiest waar jij echt een bepaalde band mee hebt of een bepaald optreden wat jou altijd is bijgebleven? Nou, wat ik, en dat is bij de concerten, Leonie Jansen. Ik vind dat een enorme vakvrouw die op een geweldige wijze op het podium staat. Zij heeft bij ons het Zeeland Nazomer zingen een aantal keren begeleid, maar ook als concert gegeven. Maar het mooiste vind ik haar als een mens. Om bij alle artiesten die eten bij ons in een gelegenheid in Middelburg. En zij gaat dan met haar band... gaat ze een kleine obade brengen aan het personeel van die gelegenheid. Nou, dat zijn van die hele mooie dingen. Waarvan je ziet, ze heeft zowel enorme waardering voor het publiek, maar ook voor mensen die gewoon haar diner verzorgen of in een hotelkamer verzorgen. Dit jaar kan het festival niet doorgaan zoals andere edities. Wat ga je het meest daaraan missen? De enorme kwaliteit van het buitenspelen, want het blijft natuurlijk heel bijzonder. Je speelt niet in een normaal theater. En daarnaast op het Abdijplein, dat is ook altijd dagen vol vertier. Dat en, is zo fantastisch. Ja, en die sfeer, ik denk dat we dat gaan missen. Wat bijzonder is, dat we uit, zeg maar, nou, ik wil niet zeggen de puinhoop, maar toch uit een soort verslagenheid, een heel mooi alternatief programma hebben samengesteld. En je moet bijna programmaatje zeggen, want het zijn geen tienduizenden mensen die we dit jaar zullen bereiken. Het zullen enkele honderden zijn. Met mooie kleine voorstellingen. Hallo, hier uit België. Even op bezoek in Ierseke. Ik wens iedereen toch wel een goede gezondheid. Hoi, wij zijn Suus en Matthijs uit Vught. En we zijn nu op vakantie in Zeeland. Ja, het is hier fantastisch weer. Ja, super lekker weer. We houden van surfen. Van surfen, en, zeilen. Bij deze wens ik u nog een prettige vakantie.